Goedemiddag iedereen en welkom bij weer een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. 1, 2, 3, fuck it! Het is vandaag zondag. Het is 1:15. We hebben net heel laat ontbeten met broodjes. Dat is eigenlijk een soort brunch. En nu zijn we bezig met wat dingen aan het huis. Onder andere, ik moet even denken wat er allemaal gaat veranderen. Maar Niels zijn gym gaat van de zolder naar de garage. Omdat hij zo van die, hoe noemen die oefeningen? Crossfit. Kom ik hier terug. Crossfit oefeningen meer doet in de gym. En boven op de zolder maakt dat gewoon heel veel lawaai. En ik heb altijd schrik dat hij door de vloer of zo gaat zitten. Dus die gaat dat vanaf nu in de garage doen. Want die is toch leeg en opgeruimd. En dan gaan we boven effectief zolder maken. Dus we hebben zo één rommelkamer. Maar die puilt echt uit. Die is echt, ja, overdreven vol met rommel. En er is al geen plaats meer. Dus we gaan dat allemaal sorteren en naar de zolder brengen. Dus dan komt die kamer eigenlijk gewoon voorlopig leeg. Maar ja, dat is niet erg, want we hebben genoeg ruimte en kamers. En dat is eigenlijk het plan vandaag. Niels en Jim is al beneden en die is daar aan bezig nu. Oké, as you can see, het is nog even heel rommelig. Maar hier komt dus de gym. Die bakken kun je misschien wel aan de berging of zo zetten. Ah, of in de rek, bier. Ja. En dan gaat hier de gym zijn. Ja. Dat gaat ook wel beter zijn in de zomer, want dan kan de garagepoort open. Want hierboven wordt het wel heel warm in die zolderkamer. Al dat geluid als je dit laat aan hier. Nu valt dat mee, hè. Ja, is dat oké. Ja, en anders klonk dat echt door heel het huis. En dat willen we niet, hè? Dat willen we niet, hè. En dan die schoenrekken moeten ook nog naar ergens. We zijn aan het denken om die in de gang te maken. En dan hier zo'n houten plank op te maken. Dat is zo'n IKEA-hek. Dus we denken dat dat wel mooi gaat zijn, maar we zijn er nog niet over uit. We zullen zien. En ondertussen, dat Niels bezig is in de garage, ga ik deze plantenrek in elkaar zetten. Dat is zo'n plantenrek van de Casa. En ik wil die voor ons tuinhuisje daar zetten. Dus ben benieuwd. Ik hoop dat dat er past eigenlijk. Ik weet het niet. We zullen zien en daar dan zo wat plantjes op, dat we daar ook zo wat groen hebben. Zo daar waar dat grijs is. Er. Ik weet niet als je het ziet, maar nu moet ik nog plantjes halen. Ik was aan het denken lavendel of zo erop. Dat is ook wel mooi, dat steekt zo wat af. Maar ik kreeg het rekske niet goed in elkaar gedraaid. Dus dat is een klein beetje krakkelmikkig. Maar oké, okay, I tried. Maar plantjes ga ik in de week wel eens halen. Het is vandaag ook wat zijn we vandaag? Ik wou zeggen 1 juni, maar dat is helemaal niet. Het is Allerheilige vandaag, dat is het. Dus vandaag gaat er ook niet veel open zijn, gok ik. Dus nu ga ik even chillen in de zetel. Ik heb maar een klein beetje werk te doen. Het is zondag, maar het is iets wat niet zoveel tijd in beslag gaat nemen, hoop ik. Dus ik ga dat wel even doen, zodat ik er vanaf ben. Kijk, ik heb mijn werk gedaan. Ik ben ondertussen een vlog van Noor aan het kijken. En Niels is klaar met de garage. Oké, bijna klaar. Dat squatrek moet nog naar beneden. En dit is nu de gym. Goed, hè? Netjes. Maar ik heb restjes Chinees die ik aan het opwarmen ben. We hebben vrijdagavond bij mijn ouders Chinees gegeten. En ik ga de restjes nu eten. Yes, restjes Chinees op zondagmiddag. Allee, zondag om 2 uur, toch? Yummy. Oké,
Oké, ondertussen. Oh shit, ik heb even dat stopcontact. Ah, oei, waar is dat stopcontact? Oei. Ja, oké. Wat wil ik zeggen? Hier hebben we dat kastje hier weggedaan. En Niels gaat de bakken aan die kant van de muur maken nu. Dus, en dan moeten we nog een plank kopen daarvoor. Kan, je kunt het op maat laten zagen. Kan ik dat niet online eens zien of, oh nee. Is morgen niks open? Dus, wat is dat? Is het Allerheilige? Ik zeg trouwens dat het Allerheilige is, maar het is Pinksteren. Pinksteren, ja, oei. Ik zei in mijn vlog. Ja, ik zei in mijn vlog, het is Allerheilige, maar dat is in november of zo. Oeps. Nee, het is dus Pinksteren. En Pinksteren maandag, ja, ik denk dat de Gamma en zo wel open gaat zijn, zo. We moeten zien op het internet. Ja, ik zal eens zoeken, alsjeblieft. Goed. Ik ga de deur hier even toe doen, hè. Ja, dat zie je wel. Oké. Alright. Oké, ik heb ook net de brievenbus even leeggemaakt en ik denk dat deze gisteren zijn gekomen. Oh my god, holy cookies. Die zijn echt... Ik zeg het, als jullie die nog niet hebben geprobeerd, please, probeer ze. Dat is echt het beste van het beste. Echt, ik kan niet uitleggen hoe lekker dat is. Ik ben echt geen zoete kou. Eigenlijk helemaal niet. Ik eet niet graag chocolade of koekjes of zo. Maar deze... Ja, het is gewoon een heel ander level van koekje. Echt zo lekker. Dat is echt niet normaal. De binnenkant is zo gooey. Je kunt die ook opwarmen trouwens. Maar... Ik vind ze zo gewoon al... Ja, je wordt ervoor. Echt zo lekker. Ik overdrijf echt niet. Ziet hem eens werken. Het is al bijna gedaan. Bijna. Oh ja, baby. Goed zo. Good job, hè. Hij is toch zo handig. I love it. Ik vind dat fijn, zo'n handige man hebben. En het is done. Kijk hoe netjes. Nu moeten we alleen nog die plank hebben voor erop. Ik ga morgen voorzien. Alblief? Ah, toen gaan we bellen. Ja, sorry. Foto gehangen. Ik hier. Hier is onze bak. Daar doen we natte paraplu's of zo in. Maar netjes, hè? Woehoe, happy. Ondertussen is het 6:50. Ik ben de hele tijd bezig geweest met werkdingen. Maar ik ben echt zo opgestaan. Ik heb me niet klaargemaakt vandaag. Een hele dag zo in flodderkleren rondgelopen. En ik ben nu macaroni aan het maken. Mac and cheese. Daar hadden we zin in. En ik had gisteren gezegd, dan zal ik dat nog eens maken. Dus daar ben ik nu aan bezig. En ik volg trouwens het recept van Jeroen Meus. Gewoon het basisrecept van Jeroen Meus van macaroni en kaas. It's ready. Looking good, looking good. Ondertussen is het... 8:30 s'avonds. En het is nog altijd zo licht buiten trouwens. En wij gaan de vlog afsluiten, want we gaan een serie kijken. We gaan de Serpent kijken. Juist. Noemt dat zo? Ja? Het Serpent. Het Serpent. A.k.a. Het Serpent is dat niet vrouwelijk? Serieus? Dus er is maar één mogelijke... ja, kanshebber. Muffin. Muffin ook, ja. Zeg. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog, dus zeker thumbs up. Dank jullie wel om de zondag met ons door te brengen. En dan zien we jullie snel weer.